Schiedam heeft een buitenkans in de schoot geworpen gekregen. Tot en met 5 januari is in het Stedelijk Museum een tentoonstelling te zien van grafisch werk van Kees van Dongen, een van de belangrijkste schilders van de 20e eeuw. Kunstpedagoog, publicist en kunstenaar Dolf Engers heeft zijn leven lang grafiek van Kees van Dongen verzameld en stelt het Stedelijk Museum nu in staat om dat voor het eerst aan het publiek te tonen. Het gaat hier om een kleurrijk overzicht van het in oplagen verschenen werk. Litho's, affiches, gelegenheidsdrukwerk, enkele etsen en tekeningen, maar vooral veel prachtige boekillustraties, vaak met de hand, via schabloontechnieken ingekleurd, onder het toeziend oog van de meester. De laatste weken van september werd koortsachtig gewerkt om voor de 27e alles klaar te krijgen voor de tentoonstelling Verleiding in Veelvoud. Ik was 17 toen ik hem voor het eerst ontmoet heb. In Rotterdam had hij een tentoonstelling in 1949, dus betrekkelijk kort na de oorlog. Was een gebeurtenis, 100 schilderijen van Van Dongen. En Van Dongen was een vermaardheid, een wereldberoemd man en bovendien dus oud-Rotterdammer. Dus dat trok behoorlijk de belangstelling. En de belangstelling werd nog groter toen na 14 dagen 12 naakten van die tentoonstelling werden verwijderd. En ik was toen redacteur van de schoolkrant en had daar een artikel over geschreven. En hij heeft mij toen over dat schoolkrantartikel een briefje teruggeschreven. En ik heb hem gesproken toen, want ik ben op de persconferentie geweest. Dat was de eerste persconferentie van mijn leven. Ik heb toen met hem over de tentoonstelling gelopen. Het was een rondleiding, een voorbezichtiging. En dat was vrij informeel, dus toen ben ik met hem in gesprek geraakt. En later, eind 59, begin 61, heb ik een paar jaar in Parijs gewoond. En toen ben ik hem op gaan zoeken. En tot mijn verbazing deed hij gewoon de deur voor me open. En heb ik een aantal gesprekken met hem gehad. Daar heb ik ook een grote reportage geschreven over hem. Waarbij hele mooie foto's zijn gemaakt. Die foto's die voor een deel hier nu ook op de expositie te zien zijn. Welkom in het Stedelijk Museum Schiedam. We zijn bezig met de opbouwfase van de grote Kees van Dongen tentoonstelling. Achter deze deur gebeurt het allemaal, maar wel rustig aan en volg mij. Nou, zien we Ludo bezig met het plaatsen van de prenten, die dus allemaal deel uitmaken van de Rudolf Engers kunstcollectie. En al het werk wat we hier dus gaan zien en wat hier tentoon wordt gesteld, is afkomstig uit de collectie Rudolf Engers. En heeft Kees van Dongen een aantal keren in zijn leven ontmoet, 50 jaar geleden voor het eerst. En het resultaat van die hele verzameling zien we dus hier. Hier staat Ludo en je hebt Van Dongen tentoonstelling samengesteld. Hè? Is het nog nachtwerk geworden om het allemaal op elkaar te stapelen en te schuren en te poetsen hier? We hebben heel hard gewerkt de afgelopen 2 weken, maar we hebben het nog redelijk kunnen beperken, het nachtwerk. Alleen gisteravond is het behoorlijk laat geworden. Toen hebben we eigenlijk alle bijschriften gemaakt, alle kaartjes die nodig zijn om het publiek wat meer informatie over een aantal werken te geven. En ja, dat is een aardige uitzoekerij, want we laten in zijn totaal zo'n ongeveer 300 illustraties, boeken, bladen grafiek zien. Dus je moet het allemaal doorlopen en beslissen wat je wel en wat je niet beschrijft in die titelbordjes. En over beschrijving gesproken, er is een boek uitgegeven ook, hè, geloof ik hier in Schiedam, geloof ik ook, klopt dat? Klopt, Scriptum Art uit de Schiedamse uitgeverij heeft het boek van Rudolf Engers uitgegeven. Een boek over het leven van Kees van Dongen. Het heet het kleurrijke leven van Kees van Dongen. En dat schetst in een aantal hoofdstukken en een aantal verhalen. Alle anekdotes die rond het leven van Van Dongen zijn verzameld. Is het de eerste keer dat Rudolf een boek geschreven heeft? Ik denk het wel. Hij kwam een paar bij mijn collega Martijn.
aan. Hij had een manuscript geschreven, al een beetje, ja, een verhaal met allerlei, die had hij ook opgetekend uit de mond van de weduwe van Van Dongen vooral. Hij is in het verleden ook een paar keer op het atelier geweest, heeft met Van Dongen gesproken. Maar niet echt dat er een vriendschap is ontstaan tussen die twee, maar hij heeft altijd het werk verzameld van Van Dongen. Later heeft hij ook uitgebreid met zijn vrouw gesproken, die toen weduwe was geworden, want ik geloof dat Van Dongen 91 jaar is geworden. Een stokoude kerel dus. En hij heeft allemaal flarden van die verhalen genoteerd. Wij konden daar in het begin natuurlijk weinig mee. Wij hebben daar een journalist voor gevonden, Peter de Lange van het Rotterdams Dagblad. En die heeft er een fantastisch verhaal van gemaakt over het kleurrijke verleden van Van Dongen. Want zoals iedereen weet, en zoals je ook hier op de tafel kan zien, ja, het was nogal een man die van de vrouwen hield. En hij woonde in Parijs. Dus een bewogen leven. Ik weet in het verhaal te vertellen trouwens over Van Dongen bijvoorbeeld, dat hij in 1952 was Van Dongen bij de Afro Radio. En toen... Wat deed hij daar nou bij de radio? Dat weet ik eigenlijk niet. Het was wel een directe uitzending. Kennelijk werd hij geïnterviewd. En toen zei die verslaggever tegen Van Dongen, luister eens meneer, wat is het verschil tussen een Russische vrouw, een Poolse vrouw en een Franse vrouw? En toen zei hij, ach, naakt zijn ze allemaal hetzelfde. En dat betekende, in 1952 is een enorme, dat regende opzegging bij de Afro, want dat komt natuurlijk niet in die tijd, om dat te zeggen. En ja, zo zat Van Dongen in elkaar. Hij was echt een womanizer, denk ik. En wij hebben dus een boek over dat, nou, echt puur over zijn leven, hoe hij ook ten opzichte van andere kunstenaars was. En ik denk dat het een aardig boek is geworden. Sur les planches à Deauville pendant le week-end, tu sais faire ton portrait par Van Dongen. Dolly, Dolly, sur ma part à détail, quand un monsieur riche t'offrait sa protection, tu disais toujours non, 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 toujours non. Voor dat boek heb ik dus contact gezocht met de weduwe. En dat is uitgelopen op een jarenlange contacten. We zien elkaar minimaal 3 keer per jaar. Dan eten we met elkaar. Ja, ik ga dan naar Parijs. Als zij is in de lente en in de herfst, verblijft ze altijd in Parijs. En dan belt ze op en dan maken we een afspraak. En eens per jaar ga ik naar de Côte d'Azur, waar ze woont. En dan maken we ook afspraken. In Parijs is haar zoon, die inmiddels 62 is, er ook dikwijls bij. Zij zelf is van 1915, dus hoogbejaard. En ik zeg ook elk jaar al, als ze belt, soms komt het helemaal niet uit, van het zal de laatste keer wel zijn, dus hup, er maar naartoe. Ik zie achter u een grote foto in Parijs, hè, dat is het atelier, en daar staat u zelf op. Wat is uw leeftijd hier? Dat is dus... 10 jaar na mijn 17e, dus 1959 is dat geweest en ik ben van 1931, dus moet iedereen even snel aftrekken, zeg maar 28. Ja. Een spannende week voor u, hè? Uw eerste boek is natuurlijk uit, Alles is hier opgehangen. U bent hier nu al 2 dagen voor de tentoonstelling, Loopt hier een beetje rond. Daarvoor ben ik natuurlijk ook de nodige keer geweest, want ze hebben me ook geconfronteerd met de ontwerpen voor de tentoonstelling. Trouwens moet ik zeggen, bijzonder geslaagd is. Hè? Er zijn 4 thema's en elk thema is in een aparte kleur uitgevoerd. Voor mij staat Danielle van der Waard van Tussenruimte, ontwerpbureau in Rotterdam. Je bent de ontwerpster van de hele tentoonstelling. Hè? Neem ik aan dat je dus... dat je ook deze nachttoestand gemaakt hebt? Dat klopt. Dat is, voor het hoofd, we hebben eigenlijk 4 hoofdstukken. En het laatste hoofdstuk is Duist en één nacht. En dat is... dat hebben we echt wel proberen te verbeelden door echt een sterrenhemel te maken. Als sfeer schetst. En ik kan je wel wat meer vertellen over het hele idee, want we moesten met bestaande schotten die altijd in het museum aanwezig zijn, moeten we werken. Die hebben we ook hier gebruikt, alleen ze zijn hierachter verstopt. We hebben de schotten zachter gemaakt, het zijn behoorlijke kasteelmuren als je hier normaal gesproken mee werkt. We hebben ronde billen, heette het inmiddels in de overlegtaal, gemaakt. Is dat specifiek omdat Van Dongen van vrouwen hield?
Misschien heeft het onbewust wel een rol meegespeeld. Ik bedoel, je laat je inspireren door een gegeven, door de romantiek en de luchtigheid van het werk natuurlijk. En dit is heel erg gedaan om het echt ook te verzachten alles. Om mooie afrondingen te krijgen, mooi met licht. We hebben het helemaal bekleed met vilt, want hieronder zit een soort grove stuk laagwit. Met naden erin gestikt en labels hebben we, moet je even meenemen naar de andere kant. Hier zie je dus dat we ook echt labels hebben laten borduren. En dat zie je ook aan de achterkant. Om het heel, heel erg stoffelijk te maken, heel erg zacht. En dat zie je ook, te weinig schaduw. En ik vind dat het werk heel erg naar voren brengt, heel erg eruit haalt. Eigenlijk heel dienstbaar is. Hij heeft op een gegeven moment Brigitte Bardot ontmoet bij Maurice Chevalier. En Brigitte Bardot was toen nog niet bekend. Ze is voor het eerst in de Larousse verschenen, Brigitte Bardot, niet bij haar eigen stuk, maar bij het stuk van Van Dongen werd haar portret afgedrukt. En later heeft ze natuurlijk haar eigen stuk gekregen, hè, toen ze beroemd was. En hij heeft haar meermalen geschilderd. Er is ook nog hier is ze nogal plat, hè, maar er is ook een schilderij met de borsten zoals we er eigenlijk meer kennen. De schilderijen van Van Dongen zijn natuurlijk ontzettend duur. Hè? Ja. Is dat de reden dat u grafiek bent gaan verzamelen? Precies, dat is precies de reden. Ja? Ja, ja. Ik kan me geen schilderij permitteren. Als je een beetje schilderij koopt, dan is het net zoveel waard als mijn hele verzameling. Ja, joh. Die is toch ook zeer waardevol? Jawel. Maar de schilderijen, als een beetje... Annick, wat ben je nou allemaal aan het doen? Ja, ik ben de directeur Diana Wins aan het aankleden. Voorzien van deze prachtige Kees van Dongen sjaal. Dus ja, en dit is de beste plek, hebben wij net ontdekt. Je bent eigenlijk te laat. Weer die ogen, hè? Weer die ogen. Zie je dat met die prachtige ogen van Diana komen toch ook zo heel mooi? Ervan. Die ogen, hier zijn die ogen. Blij met de Van Dongen tentoonstelling en van Rudolf? Heel erg blij. Het ziet er prachtig uit. Het is ontzettend mooi werk. Het is een hele bekijkelijke tentoonstelling. En ik hoop dat alle Schiedammers langskomen om hiervan te genieten. Want ik weet zeker dat ze het heel erg mooi vinden. Uit te leggen wat een echte Van Dongen nou is. Een echte Van Dongen is iemand die niet binnen de lijntjes kan kleuren. Een echte Van Dongen houdt niet van zwart-wit. Ga maar kijken straks. Een echte Van Dongen houdt van kleur. Een echte Van Dongen is flamboyant. Een echte Van Dongen is goed gezelschap. Is sprankelend en spetterend. Totdat de visite naar huis gaat, de deur dichtvalt. En dan is een echte Van Dongen depressief. Niet te stuiten chagrijnig. En een terreur van zijn omgeving. Dat heb ik in een liedje laten maken, althans zelf geschreven, als ode aan mijn echtgenote. Ruzie breekt niets door de lieve vrede heen. De deur slaat een uitroepteken achter al haar zinnen. Haar woorden zijn verwijtend, verwoestend en gemeen. Dagelijks raakt hij scherp en zelfrespect van de vloer. Met hoop lijnt hij zijn stukken min of meer aan elkaar. Tuurlijk moet hij weg, tuurlijk is dit zo geen leven. Houd die voor bij de wereld, als er zo is veel van haar. Schat, ik wil je. Precies zoals je bent, te veel, te veel. Aandoenlijk kopje dat, hè? Ja, schattig. Heel lief. Het is zo kleurrijk allemaal. Maak je echt vrolijk ook. Wie zien we daar? Heer Melvers. Heeft u iets met Van Dongen? Ja, hij is een grote vriend van me. Hij was in 1949 bij me geweest.
En toen heeft hij zelf het wet getekend. En dat was een ezel. En een Parijs tafeltje. En dat heeft hij zo binnen een kwartier getekend. Met de handtekening van hemzelf. En met Van Zwageman, want hij was toen bezig om... hij zat slecht bij kas om zijn spullen. Dus zijn prachtige tekeningen en schilderijen bij Boijmans wat te verkopen. Nou, en zo zijn er een paar mooie Van Dongens ook in Schiedam gebleven. Bij verschillende families. Want die kochten dan ook van hem. Heeft u zelf iets van Van Dongen? Zo natuurlijk, want dat is een zelfportret. Nou, dat is geweldig. Dat is 100% Parijs en Schiedam. Dat kan niet beter, want er staat een kruikje op met een klein glaasje. Jeneverglaasje. En nou ja, je moet dat voorstellen als een Parijs tafeltje. Waar nou ja, die drank dan op staat. Dus, want waarom was hij een ezel? Omdat hij in Parijs kon hij geen echte jenever krijgen. En, nou, er waren toch wel andere drankjes daar, hè? Absint. Een echte Schiedammer moest hij hebben. Dat was het mooie ervan. Ja, het is geweldig. Als je goed met kunst bent, dan word je nog oud ook. Ik zie het, ja. Hou het zo. Kleine lettertjes, hè? Ja. Ja. Heb je nog iets moois gezien? Ja, zeer zeker. Onder andere die mooie paarden. Bij op de achterkant. Een hele prachtige lijn, een mooie vorm. En dan de kleur natuurlijk ook. Hè. De primaire kleur is heel mooi. Ja, bijzonder. Ja. Ook zo gefascineerd door Brigitte Bardot? Nou, zeker. Ik vind het wel passend hier in dit museum. Is je dat Brigitte zulke grote ogen had? Nou, zulke grote ogen had ik er niet verwacht hoor, maar het is toch wel in ieder geval trekkend de aandacht hoor. We zijn nu ruim halverwege de opening van de tentoonstelling van Kees van Dongen, Verleiding in Veelvoud, en de opkomst is echt geweldig. De helft van de mensen komt uit Schiedam. En de andere helft komt van buiten Schiedam. Echt uit heel Nederland. De tentoonstelling is er nog tot 5 januari. En ik roep alle Schiedammers op om te komen. Want de verleiding is echt aanwezig. En het is zonde als u het mist. Want u geniet er echt met volle teugen van. Sur les planches à Deauville pendant le week-end.